Welkom bij Oomsport. Vandaag laat ik u stap voor stap zien hoe u uw schaatsbeschermers op maat maakt voor zowel noren als kunstschaatsen. Het is belangrijk om uw schaatsen goed te beschermen. Een goede pasvorm van de schaatsbeschermer is essentieel. We beginnen met de noren. Schaatsbeschermers komen vaak in standaard maten. Deze moeten vaak nog op maat gemaakt worden om goed om uw schaatsen te passen. Allereerst leggen we de beschermers langs het ijzer. Zorg ervoor dat het uiteinde van de beschermer gelijk ligt met het puntje van het ijzer. Gebruik een stift of een pen om te markeren waar de beschermer te lang is. Knip vervolgens de beschermer op de gemarkeerde plek af. Het voorste gedeelte van de schaatsbeschermer heb ik op maat geknipt. Nu ga ik het achterste gedeelte doen. Ik markeer dit met een stiftpuntje en ik knip het door met mijn snoerschaar. Nu is het belangrijk dat we deze twee veertjes hier in het midden pasmaken. Ik heb hiervoor een hamer. De achterkant van het veertje doe ik om het schroefje. Ik gebruik hierbij een accuboor, maar ik kan natuurlijk ook gewoon een schroevendraaier gebruiken. Een kruiskopschroevendraaier. Dan pak ik het andere gedeelte. Ik doe het schroefje in een van de gaatjes waarbij het passend is. Ik hou het schroefje met mijn wijsvinger vast. En doe het oogje van het veertje doe ik om het schroefje. Ik schroef hem vast. En mijn schaatsbeschermer is keurig op maat. Perfect om op te lopen, zonder dat u de schaatsbeschermer verliest. Nu ga ik door met de demonstratie voor de kunstschaatsbeschermer. We doen weer hetzelfde. Het puntje van de schaats ligt uiteinde van de schaatsbeschermer. En we zoeken het midden ongeveer op. Ik zet er met een filtstift een klein streepje en met een snoerschaar knip ik een stuk af. De voorkant van de schaatsbeschermer heb ik afgesneden en ik doe passend op de schaats. Het lage gedeelte van de schaatsbeschermer zit nu aan de voorkant met de tandjes precies bij het uiteinde van de schaatsbeschermer. De achterzijde met de hogere achterkant doe ik nu vast in de schaats, het uiteinde van de ijzer tegen het uiteinde van de schaatsbeschermer. En ik zet een streepje waar ik hem door ga snijden. Dit past nu precies. Hij is nu goed op maat. Pak de hamer. Het oogje van de veer, het schroefje. En ik schroef hem vast. Nu is die klaar voor gebruik. Helemaal vast en goed geschikt om erop te lopen. Nu zijn zowel de noren als de kunstschaatsen goed beschermd met op maat gemaakte beschermers. Dit helpt om de levensduur van uw ijzers te verlengen en voorkomt schade tijdens het lopen. Vergeet niet om altijd schaatsbeschermers te dragen wanneer u buiten het ijs loopt. Dit voorkomt niet alleen dat de schaatsen beschadigen, maar ook dat u uitglijdt. Gebruik de beschermers alleen om op te lopen. Haal na het lopen uw beschermers direct van uw schaatsen af om koestvorming te voorkomen. We hebben overigens de schaatsbeschermers in 29 verschillende kleuren. Heeft u vragen of wilt u hulp bij het op maat maken van uw schaatsbeschermers? Kom langs in onze winkel. Dan helpen we u graag verder. Bedankt voor het kijken en vergeet niet om u te abonneren op het YouTube-kanaal voor meer tips en instructies over schaatsen en skileren.